Toen het Nederlands in Assen, jullie eerste evenement van het jaar. Yes. Wat hopen jullie hier allemaal te bereiken? Ja, ons doel is eigenlijk eerste evenement, dus goede voorbereiding naar de andere evenementen. Zeker naar het grootste evenement, Formule 2 in Germany. En we hopen eigenlijk op alle evenementen waar we aan meedoen top 5 te scoren. Hoe gaat het tot nu toe? Op zich niet verkeerd, maar ook niet super. Dus we hebben een aantal probleempjes gehad. Bij de staatse evenementen, waar dus onze design moeten we presenteren, zitten we nu momenteel in de finals, dus de top 3. En business zijn we ook de finals geraakt, dus daar zijn we heel tevreden mee. Tijdens de dynamische evenementen vanochtend bij acceleratie hadden we een aantal probleempjes. Vervolgens bleek er een kabelbreuk te zijn, hebben we last minute moeten oplossen, waardoor het natuurlijk heel hectisch werd. En nog voor het volgende evenement de autocross, de auto voor te bereiden. En dan hebben we daar nu ook een tijd neergezet. Niet de tijd die we echt gewenst hadden, maar ook geen verkeerde tijd. Nee, en dit evenement bestaat nog maar kort, hè? Kun je iets vertellen over hoe groot de concurrentie hier is? Yes, het is het tweedejaars evenement. Vorig jaar was het volledig nieuw. Maar nu, sinds het tweede jaar, zijn wij toch best tevreden hoeveel andere teams aan meedoen. Bijvoorbeeld ETH Zurich, ook een heel sterk team. We zien ook Chalmers uit Zweden, veel Duitse teams, ook Hamburg en Dresden, team uit Dresden. We hebben ook zeker een mooie auto en wij gezien hebben vandaag ook heel mooi resultaat geboekt. Dus ik ben zeker tevreden over het niveau van de competitie echt omhoog gaat. Ja, en de organisatie ook. Denk je dat het de komende jaren een evenement is wat vast op de kalender komt? Ja, ik denk het wel. Ik hoop echt dat het op de wereldrankingslijst komt. Want nu zag ik ook scrutinering bijvoorbeeld, wanneer de auto gekeurd wordt. Daarbij waren vorig jaar een aantal scrutiniers, maar nu is het meer dan dubbele. En ook op een veel hoger niveau. Dus we zijn ook blij dat onze auto eigenlijk goed voorbereid is voor de andere evenementen. Ja. Thank you.